Lieve kijker, ik heb drie vragen voor jullie. Wat is het verschil tussen een televisiemaker en een politicus? Het belangrijkste verschil is dat een televisiemaker geeft en een politicus belooft. Kan een politicus een goede televisiemaker worden? Ik ben ruim 50 jaar televisiemaker en het is het mooiste wat er is. Maar het is niet makkelijk. Het moet je passie zijn. Je moet visie hebben. Je werkt stapje voor stapje richting je doelen. Je moet actiegericht zijn en dat krachtig. Je bent ambitieus, maar realistisch. Je moet objectief zijn en eerlijk. Je moet kunnen enthousiasmeren, inspireren, uitdagen, informeren en amuseren. Je moet goed geïnformeerd zijn en weten wat er in de samenleving en bij je publiek leeft. Je gaat de dialoog aan. Kijkers moeten je kunnen vertrouwen. Je moet een doorzetter zijn en nooit opgeven. Je moet willen winnen. Boven alles moet je op tijd leveren wat je hebt beloofd. De live-uitzending wacht niet tot jij er klaar voor bent. Jij bent er voor de kijkers. En niet zij voor jou. En jij alleen bent verantwoordelijk voor succes of falen. Als je dat goed doet, word je beloond met goede kijkcijfers, met loyaliteit, met waardering en met liefde. Ik denk dat me dat aardig is gelukt. Terug naar het antwoord op mijn tweede vraag. Kan een politicus een goede televisiemaker worden? Ik denk van niet. Ga het rijtje maar langs. Kennen jullie een politicus die hieraan voldoet? Ik niet. Derde vraag. Kan een televisiemaker een goede politicus worden? Als je het over de old school politics hebt, dan niet. Want dan neem je geen verantwoordelijkheid. Dan is de samenleving er voor jou en jij niet voor de samenleving. Dan beloof je veel, maar lever je niet en zeker niet op tijd op. Dan ga je niet in gesprek met de samenleving, behalve natuurlijk in verkiezingstijd. Dan ben je niet altijd eerlijk en hoop je dat niemand erachter komt. Dan heb je geen visie, maar je gaat voor het lachhangend fruit om de gemoederen te sussen. Zo kan ik nog wel even doorgaan, maar dat kunnen jullie ook zelf invullen. Is er dan ook een ander soort politicus denkbaar? Jazeker. En dit moet zijn profiel zijn. Werk moet je passie zijn. Je moet visie hebben. Je werkt stapje voor stapje richting je doelen. Je bent ambitieus, maar realistisch. Je moet actiegericht en daadkrachtig zijn. Je moet objectief zijn en eerlijk. Je moet kunnen enthousiasmeren, inspireren, uitdagen, informeren en amuseren. Het laatste is mooi meegenomen. Je moet goed geïnformeerd zijn en weten wat er in de samenleving en bij de bevolking leeft. Je gaat de dialoog aan. Inwoners moeten je kunnen vertrouwen. Je moet een doorzetter zijn en nooit opgeven. Je moet willen winnen. Boven alles moet je op tijd leveren wat je hebt beloofd. De problemen in de samenleving wachten niet tot jij er klaar voor bent. Jij bent er voor je volk. Zij zijn er niet voor jou. En jij alleen bent verantwoordelijk voor succes of falen. Je moet transparant, meetbaar en controleerbaar zijn. En als je dat doet, dan word je beloond met loyaliteit, met waardering en liefde. En eventueel ook met stemmen om je werk af te maken. Terugkomend op mijn vraag. Kan een televisiemaker een goede politicus worden? Ja. En nu de verrassing. Dat is precies wat ik ga doen. Ik wil al mijn ervaring, kennis en kunde inzetten om ons land uit het slop te halen. Jullie weten wat je aan me hebt en ik ga niet veranderen. Ik ga all the way until things are done.
met mijn nieuwe partij. Partij Manejo Acerca Visibel y Sigur. Dus partij voor een trefzeker, zichtbaar en veilig beleid. Vandaag, op de dag van mijn verjaardag, wil ik mijn onvoorwaardelijke service cadeau geven aan mijn land. Onlangs heb ik een paar van mij bekende organisaties die goed werk leveren gesproken en kwam erachter dat zij te kampen hebben met dezelfde behoeftes van vroeger. Dus niks is veranderd. Elke organisatie mocht op haar beurt mij uitdagen voor de toekomst. Nosso acordo cortado raia de dor de governo, então esse aí dá se doch influência de nos finanças, não com nos potuma mas mas personal. Na hora o primeiro de sempre, com o bini fundo para deporte, o bini loto para deporte, pelo sempre vai na não chega, então nos queda com deporte mediocre pelo que está por só. No cargo nós a pedir como na banda por anos da trago social do bairro. E que bin back toch riba é assunto de ecoturismo. Para mij is het een Juda Corsau eigenlijk. Maar hij heeft een sector die economie extra, maar generaal massdeviezen. En toerisme is net geschikt voor een pleo. We zijn different dan de Juda, dan een charla, dan een jaren. En dan is het ook graven, en de manier dat we scholten het ook als materiaal voor Juda, in de literatuur, preparatie. Een van de dingen die ik mee was meest maken, is dat ik in de handelskade een mentaliteit van het ambtelijke apparaat. En ik heb ook gezegd dat ik niet heb, dus ik heb respect voor een tour te dragen door. Maar ik heb ook gezegd dat ik een cambio van mentaliteit. Nos mester de más adulto. Para ayudar a fortificar nuestra organización, para sobre si nos que crece en la membresía, nos meter de más adulto, para ayudarnos. Mavis, als jij voor elkaar krijgt dat de board morgen benoemd kan worden voor de helft door de overheid, de andere helft door de Chata, het hoeven geen Chata-leden te zijn, maar het is de Chata-amers, dus dat is de helft public, de helft private, en die benoemen samen een voorzitter, dan ben ik ervan overtuigd dat we gezamenlijk Curaçao op de kaart kunnen gaan zetten. Een petition kan ons die naar GMN, para esse povoado regular, para nós pôr a vergunha, para assim nós pedirmos que o exercício não que o personal está seca a nós, para o guarda cobrir. Se está o líder como está, a luz como está para nós, então é nós mestre agora que nós mestre leadership. E as uitdagingen heb ik aangenomen. Typisch Mavis. Omdat ik ambitieus ben. Ik wil een leefbaar Curaçao voor iedereen. Schoner, veiliger thuis en op straat. Structurele aanpak van de armoedebestrijding. Bedrijven en wijken moeten hand in hand. Hoogwaardige, toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen. Moderniseren van het onderwijs en planmatige aanpak. Wegnemen drempels onderwijs. Iedereen toegang geven. Duurzame energie. Perspectief op werk. Ook voor iedereen. En COVID onder controle brengen en voorbereid zijn op rampen. Maar ik ben realistisch. Het geld dat nodig is, moet wel eerst verdiend worden voordat je kunt uitgeven. En de overheid moet voor de juiste voorwaarden zorgen. Er moet aantrekkelijke investeringsklimaat komen met minder red tape, flexibele arbeidsmarkt, innoverender. Bedrijven moeten toegang krijgen tot krediet. Lasten moeten verlicht worden en verbeteren van de infrastructuur. Regering en Senaat moeten veranderen. Er moet goede verstandhouding komen met Nederland. Bestaande plannen hergebruiken en updaten om snelheid te winnen. Controle op de uitvoering. Verantwoordelijkheid nemen en in dialoog gaan met het volk. Beleid en besluitvorming gebaseerd op feiten. Integraal beleid. Transparant en controleerbaar zijn. Globaal denken, maar lokaal handelen. Topinkomens aan banden en begrotingsdiscipline en gezond financieel beheer. Het overheidsapparaat moet ook veranderen. Shared services met andere delen van het Koninkrijk. Dienstbaar zijn aan het publiek. Samenwerking tussen ministeries. We gaan investeren in IT en minder bureaucratisch zijn. Maar jullie moeten ook veranderen. Verantwoordelijkheid nemen. Gedraag je ondernemend in plaats van afwachtend. En bedenk
wat er kan in plaats van wat er niet kan. En vraag jezelf af, wat kan ik doen voor mijn land? Laat mij weten met welk goed voornemen jij morgen start to get things done. Mijn team en ik zijn er klaar voor. Samen met jullie, voor jullie en ons mooie land.